dacht dat de lift sneller ging en in de Glamco. Ik zei dan dacht dat de lift sneller ging, maar Goedemiddag, coach. Vorige wedstrijd tegen Antwerp was een tegen gesloten ploeg met veel man achter de bal. Genk speelde iets aanvallender. Dat zou ons toch meer moeten liggen, hè? Goh, ik denk dat alles ons ligt, hè. Ik denk dat wij tegen dergelijke ploegen ook al bewezen hebben dat we de controle over de match kunnen hebben, dat we kansen creëren, zelfs tegen gesloten ploegen. Hoe Genk zal spelen, vermoedelijk inderdaad anders. Ze spelen thuis, dus dan, het is een ploeg die graag vanuit hun eigen kwaliteiten voetbalt. Die graag de bal heeft, die daar ook de spelers voor heeft, denk ik. Dus verwacht ik inderdaad wel dat het anders zal zijn. Maar ja, om nu te gaan zeggen dat wij problemen hebben tegen ploegen die defensief spelen, ik denk niet. Ik denk dat we gewoon vergeten te scoren, hè. Dat is altijd het probleem. Al daarover gesproken. Je hebt vorige persconferentie over statistieken en individuele klassementen gesproken. Wij zijn ook eens in de statistieken gedoken. En we hebben daar gezien dat Genk overpresteert qua expected goals en dat wij onderpresteren. Dus specifiek, we hebben het hoogste aantal expected goals van alle ploegen in 1A, maar ook het hoogste negatieve verschil ten opzichte van het aantal effectief gescoorde doelpunten. En bij Genk, zij hebben het hoogste aantal doelpunten en overpresteren meer dan elke andere ploeg tegenover hun expected goals. Nu, daar kun je op twee manieren naar kijken. Ofwel zeg je, ja, dat is dramatisch en dat verklaart veel van ons seizoen. Ofwel zeg je, dat kan ook niet blijven duren. Hoe kijk jij daarnaar? Ik denk dat het uitzonderlijk is dat een ploeg die 13e staat het meeste expected goals heeft van alle clubs. Hè. Dat ga je in geen enkele competitie vinden. En dat ga je ook bijna nooit in geen enkel jaar vinden. Dus dat verklaart inderdaad heel veel. Maar oké, er wordt expected goals betekent eigenlijk dat het doelkansen zijn die makkelijk om te zetten zijn tot doelpunten. Als wij dan het slecht scoren van iedereen, ja, dat zegt veel natuurlijk over onze finishing kwaliteiten. En nu gaan we tegen de ploeg spelen die er eigenlijk veel meer gemaakt heeft dan expected. Dus die ook doelpunten maakt die niet verwacht worden. De twee extremen tegen elkaar. Ik zou zeggen, ja, dat belooft niet veel goeds naar ons toe natuurlijk. Hè. Als er in die match, ik zeg maar niet, veel kansen gaan zijn voor ons, is er weinig kans dat we er die omzetten. En zelfs als zij geen kansen gaan krijgen, gaan ze er toch twee maken, bij manier van spreken. Dus dat zijn nu eenmaal cijfers die heel belangrijk zijn in eindscores, in klassementen. En dat toont aan dat Gent niet, absoluut niet slecht aan het voetballen is. Dat ze absoluut ook hun kansen creëren. Maar dat we inderdaad een probleem hebben met concretiseren. En dat is geen vaststelling van nu, denk ik. Dat is een vaststelling die er al een tijdje is. En dat duidt ook ergens waar de situatie zou kunnen verbeteren. Dat is ook duidelijk. Als daar inderdaad een hoger rendement wordt gehaald, ja, dan begrijp je. Maar dat wisten we eigenlijk al. Hè. Alleen al kijkende naar de laatste drie wedstrijden, ja, dan waren er veel meer punten geweest. Dan stonden we op een heel andere positie dan we vandaag staan. Nu met al hetgeen dat we net besproken hebben, wat voor match verwacht u eigenlijk? Ik verwacht wel een goede partij. De omstandigheden gaan goed zijn, het veld zal goed zijn. Genk heeft op een heel slecht veld gespeeld in Moeskroen. Ja, daar hebben ze over geklaagd. Dus zij gaan geprikkeld zijn om te bewijzen dat zij op een goed veld wel goed voetbal kunnen brengen. Dus het is een ploeg die thuis ook heel sterk is, die weinig punten laat liggen thuis. Aan ons om daar iets tegenover te zetten en te bewijzen dat wij, ja, niet alleen dat we tegen alle ploegen weerwerk kunnen bieden, dat we tegen alle ploegen kansen kunnen creëren ook. Alleen zal het bij ons weer afhankelijk zijn van efficiëntie natuurlijk. Als dat nu eens wat beter is, ja, dan zit daar misschien een resultaat in. Als dat niet het geval is, dan zal het weer moeilijk worden. Oké, bedankt voor het kijken.